alles wat je hier ziet is circulair. Al het meubilair, de baliemeubel en vooral waar we bijzonder trots op zijn, is dit dingetje dat we dit hebben kunnen hergebruiken. 165 ton staal. En dat staal komt van een oud universitair gebouw dat een paar honderd meter verderop is afgebroken. Mede daardoor is Biopartner 5 het eerste gebouw in Nederland dat echt Paris-proof is. De bouwsector kan eigenlijk rustig komen kijken van hoe doe je dit? En het is ontzettend moeilijk, dat zeg ik er gelijk bij. En je hebt er een heel goed team voor nodig en ook een goede afstemming en vooral veel passie. En als die passie er is, dan komt het wel goed, denk ik. Maar je moet niet te veel op de centen letten, alhoewel het niet duurder is dan reguliere bouw. Dat zeg ik alvast. Het gebouw heeft nu dus een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland. En we worden nu heel veel gevraagd om uit te leggen hoe doe je dit? Hoe breng je oud en nieuw eigenlijk bij elkaar? Want de uitdaging bij dit gebouw is ook dat het alsnog ook hoogwaardige laboratoria zijn die hier gehuisd worden in Biopartner 5. Dus het is ja eigenlijk de soort low-tech van die hergebruikte oude materialen brengen bij de high-tech materialen. Dat was de grote uitdaging hier. Maar de vraag is of deze manier van bouwen ook de toekomst is. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik hoop het ontzettend. Want we proberen te laten zien dat het mogelijk is. Maar aan de andere kant, de maatschappij is nog steeds ontzettend georiënteerd op geld. De echte dingen die ertoe doen, milieu, gezondheid, liefde en dergelijke. Allemaal dingen die niet in geld uit te drukken is, dat is veel moeilijker om goed te realiseren.